Welkom allemaal bij deze video. Mijn naam is Ali. Allereerst beste wensen, dames en heren. Um, de jaarwisseling heeft plaatsgevonden en dan moeten we ook nog gaan kijken van hoe is de jaarlijkse candle afgesloten in de crypto-markt. Nou, laten we daar naartoe. kijken. eerst gaan we kijken naar wat kunnen wij verwachten voor de maand januari 2024. Nou, als we kijken naar de afgelopen rendementen in, in de maand januari, hebben wij gezien in de afgelopen jaren dat er 4 <coughs> tot 5 keer negatief candle is afgesloten in januari, maar over het algemeen is januari een positief maand, februari ook, maart ook. Nou, de komende drie maanden <coughs> zijn natuurlijk ook mooie maanden om in te kopen en rendementen te behalen, ook vooral met de altcoins. Maar houd er rekening mee met het feit dat we ook een negatieve candle deze maand zullen hebben. Nou, <coughs> wat kan dat betekenen voor de altcoins? Dat nou, voor de altcoins is januari, Het eerste kwartaal van het jaar. Het is, is heel mooi. Dat is iets wat ik jullie mee kan geven hè, aan de hand van de data die we hier zien. Nou, houd daar rekening mee en probeer nu langzaam een portfolio op te bouwen, nu je nog de tijd hebt, voordat de halving aankomt. Nou, laten we kijken dan naar de BLX-chart, dat is de Bitcoin op de lange termijn. Ik heb de chart gezet op 12 maanden, dus elke candle die je hier ziet, weerspiegelt dus een jaar. Nou, wat zien we dus? Laten, wij de... Laten we eens kijken. We hebben hier een rode kendel. Na een rode kendel wordt die gevolgd door drie groene kendels. Dus één negatief jaar wordt gevolgd door drie positieve jaren. Eén negatief jaar wordt gevolgd door drie positieve jaren. Eén negatief jaar wordt gevolgd door een drie positieve jaren. Dus dit jaar, dus 2014, 2025, moeten dan aan de hand van deze patronen die we hier zien, positief zijn. Dus er komen mooie jaren komen tegemoet. Nou, Hoe zit het dan met de halving? Als we kijken naar de halving, dan zien we dus... dat er sprake is van een bear market bij de rode kendels. en dat de bull market dan langzamerhand begint na de bear market. Dus na de halving, elke keer hier zie je ziet bij de gele lijn... zie je dus een anderhalf jaar een positieve jaarontwikkeling... Dus de komende twee jaren zullen twee mooie groene jaren zijn. Dus daarom is het nu verstandig om nu crypto op in te kopen, je portfolio op te bouwen voordat we de groene mania fase ingaan. Want dan komt de retail in. En retail die veroorzaakt deze uh, enorme pushes in de markt. Nou, <coughs> laten we dan kijken naar de Bitcoin chart zelf. Als we kijken naar de Bitcoin chart zelf, dan gaan we die kijken op de dagelijkse timeframe. Uh, ik doe dat laten De we, laten we, wekelijks, wekelijks is beter. Zitten we nog steeds in eigenlijk een falling wedge. Die is positief uitgebroken. Mijn verwachting is: ik wil nog steeds heel graag de level van 30k. Tot zelfs 27k. Wil ik graag uh, retest zien voordat we echt verder gaan. En dat kan natuurlijk heel mooi in lijn gaan met het <coughs> de, met de nieuws van de Bitcoin ETF. Die wordt of uitgesteld of wordt rejected. Naar mijn weten: als ik kijk naar de chart, moeten we echt. Zijn we echt toe aan een correctie? Maar pas na de laatste push die we krijgen, richting de uh, Golden Pocket Level, of zelfs tot de, mm, ik zou zeggen max tot de 250k. Dan wil ik een mooie correctie verwachten. Kijken vanaf hier, 250k. Ja, is wel mooi. <totstuk> 25% correctie is wel mooi. Nou, hoe zit het nou met de stop-loss orders? Mensen die aan het leverage traden zijn. Nou, de meerderheid speculeert dat wij een correctie zullen ondergaan. En dit is dan de Binance uh, heatmap voor de liquidaties. Dus de meerderheid speculeert dan op Binance dat wij dan naar breder zullen gaan, een correctie verwachten, daar zit ik ook in. Maar als je kijkt naar de markt, de markt is meestal tegenovergestelde. Als hier al die liquidaties zijn, de stoplosses zijn, dan is het zo dat de markt natuurlijk een positieve push maakt, een short squeeze maakt, zo noem je dat ook wel. Dan wordt al deze stoplossers getriggerd. En dan pas gaan we naar beneden. Dus die stoplossen zitten ongeveer tot de prijs. 45k gaan we sowieso bereiken. Daar ben ik echt van overtuigd. Als ze daar hoger. Dan wat er gaat gebeuren. Als je kijkt naar de GMX. Dan zie je dat de meerderheid enorm bullish zal zijn. Dat de meerderheid zal speculeren. Dat de markt verder zal gaan. Dan zal de lang. Posities, meestal zie je dat, dat, dat de longpositie drie keer groter is dan de shortpositie. Dan komt er een correctie. Dat, dat is iets wat ik hier heb uh, gezien aan de hand van deze data. Nou, daarom hou ik deze twee data ook in de gaten van waar kan de markt naartoe gaan. Want de markt wil zoveel mogelijk rendementen behalen. De exchanges willen ook zoveel mogelijk rendementen behalen. En daarmee willen ze dus mensen die greedy zijn, die gierig zijn, willen ze dus uit hun trades zetten door hun stoploss te triggeren. Dit is hoe de markt werkt. <coughs> nou, even weer alles op een rijtje. De Bitcoin spot, ETF, de deadline. Zie je hier in deze afbeelding. Dus de maand januari ziet er mooi uit. Een spannende maand. Dus laten we goed kijken naar de charts. Laten we goed kijken naar de prijsverweging in de markt. En neem tijdig je profits als die correctie aankomt. Maar als je kijkt op de lange termijn, vergis je niet. Vergis je niet, beste dames en heren. De komende twee jaren worden groeiende maanden. Dus ook al zal die correctie komen van 40% of misschien zelfs meer, I don't care. Maak je, maak je geen zorgen, het, het zal goed komen. <coughs> Oké? Okay. Nou, uh, dus wat betreft de RSI ziet er ook gezond uit voor een mooie push. De wekelijkse timeframe, de daily timeframe zit hier ook boven de 50 level. De monthly timeframe ook boven de 50 level. Hele mooie bullish signs. Dit is ook, als we kijken naar de prijsconsolidatie die we hier zien, is een ascending triangle. Dus als je een bal tegen deze lijn gooit, gaat hij naar boven. Wat is de technical target? Laten we de technical target erbij pakken. De technical target is dan, zie je, 50k. En als we kijken naar de voorgaande prijsstructuur de afgelopen jaren, oh, mooie 250k, mooie resistance kunnen we dan hierop vinden. Kijk eens, als ik mijn muis hierover haal, Alt H, zie je hier een mooie resistance line. Dus uh, genoeg ruimte om te groeien. Na nou, 10%. Want als we kijken naar de altcoins. Kijk, je ziet naar Cardano, er zit ook Uniswap. Engine. Je ziet dat al deze coins uh, op een prijsniveau staat om uit te breken. Matic ook. Polkel dat ook weer. Ze zitten weer te uh, retesten en dan gaan ze weer verder. Het zijn allemaal hele sterke signalen dat de markt nog een push zal maken voordat wij de correcties zullen. Zien, dus ik uh, maak me geen zorgen. De Total Market Cap ziet er ook heel gezond uit. Ik uh, raak in, niet in paniek. De Altcoin Chart ziet er ook heel goed gezond uit. Rustige consolidatie voordat we verder gaan. Laatste paar pushes maken. Ja, Chain ik ook. Hele sterke coin. Mooi, mooie consolidatie. Ik ben er echt heel tevreden mee. Ja, oké, okay. um, dat hebben we dan besproken. Ik wil hier ook nog een chart delen van, dit is van Racked Capital. Je kan hem volgen op Twitter zelf. Hij heeft de prijsstructuur voordat de half weer aankomt. Heeft hij uh, heel mooi aan uh, weergeven wat er nog zal kunnen gebeuren. Je zag hier in 2019 de, cycle, de vorige cycle, zag je dat wij de corona dump hadden. Nou, deze dump was natuurlijk een heftige dump, dus de Black Swan event. Uh, en dat is dus iets wat je moet voor, uh, waar je op voorbereid moet, moet zijn... Mocht er zoiets weer plaatsvinden. Met al de oorlogen die nu plaatsvinden over de hele wereld. Wees dan niet bang. De markt maakt altijd een sterke recovery. Maak je geen zorgen. oké? Okay? Dit zijn mooie inkoopmomenten. Daarom is het belangrijk om tijdig je profits te pakken. Als je nu echt een enorme rendementen hebt. En je denkt bij jezelf. Van, weet je wat. Ik kan deze profit pakken. En ook al gaat de markt verder stijgen. Het doet me geen pijn als ik die profit pak. Neem dan goede profit. Want profit is profit. Als jij profit neemt. Als jij je winst pak, heeft iemand anders verlies. Zo is het altijd. Het is player tegen player, PvP in deze markt. En daarom kijk ik ook naar mezelf, heb ik drie soorten portfolio's. Die heb ik ook gemaakt in de video van hoe bouw je een portfolio. Daar heb ik dat toegelicht. <coughs> Daar ga je dan begrijpen van waarom ik dan nu een deel profit pak van mijn swing trading portfolio en niet van mijn DCE portfolio. Want ik ben voorbereid op deze crashes. En dan ga ik weer rustig inkopen. En hier legt hij dat ook uit textueel uit. Ik zal deze tweet ook plaatsen in de description, dan kan je dat ook bekijken. Nou, uh, voor wat betreft daarnaast heb ik niet echt veel te melden. Als dus ik kijk naar de futuresmarkt, de futuresmarkt, we zitten nog steeds heel mooi in de parabolic fase, zoals je hier ziet. De prijsstructuur die we hadden getekend de afgelopen maand, nou, die loopt heel goed perfect uit. We zitten nog steeds hier te consolideren, laatste push. Mede januari kunnen we dat verwachten. Na 52k, dan is de sell point. En dan zullen we een hevige correctie ondergaan. Perfect. Het speelt nog steeds uit met de theorie die we hier zien op de chart. Dus uh, dat is uh, wat ik voor, met jullie wil delen voor deze video. Um, stel nieuwe doelen. Uh, ga groeien in het leven. Onderneem risico's in het leven. En leer er altijd van. Je weet maar nooit, het leven is heel kort. Je kan, misschien zal ik dit jaar niet meer leven. Je weet maar nooit. Komen er komen geen video's meer. Maar zo, zo is het leven. Het is heel onvoorspelbaar. Onderneem risico's, leef je leven. Wees uh, respect van naar elkaar toe. Goed, wees goed voor je ouders, voor je familie. En voor de rest wat goed komen. Ik hoop dat jullie van hebben geleerd en als always, Happy learning. Dankjewel.